VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. VVV Venlo Street League gaat weer van start. We maken kennis met de record international van het Nederlands vrouwenelftal. Die werkt namelijk bij VVV. En zij mag ook de VIP-kaarten weggeven voor VVV Excelsior. De inschrijvingen voor de VVV Venlo Street League zijn weer geopend. De straatvoetbalcompetitie vindt de komende maanden plaats op Cruijffkoorts in verschillende wijken in Venlo en Venray. Het voetbal, het sport is dat wat we inzetten om de jongeren te trekken en om mee te doen, te laten doen. Dat is wat de jongeren ontzettend leuk vinden. Maar daardoor dat ze zowel voor fair play als voor buurtbijdrage in de wijk punten kunnen scoren, draagt het bij aan sociale cohesie in de wijk en aan een stukje ontwikkeling van het gedrag van de jongeren. De Street League is een project van Via VVV, de maatschappelijke tak van de club. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. Teams bestaan in totaal uit 8 tot 10 spelers. Jongens en meisjes spelen in teams onder 13 jaar of onder 17 jaar. En er is een aparte damescompetitie. We zien eigenlijk dat in de verschillende wijken op verschillende manieren de Street League ronde worden georganiseerd. Hoofddoel daarbij is dat jong en oud eigenlijk samenkomen. Dat er een feest in de wijk wordt georganiseerd rondom zo'n lokale Street League ronde. En de betrokkenheid van de mensen in de wijk is daar natuurlijk belangrijk en ook goed om te zien. Dat meerdere mensen dan bij elkaar komen en de jongeren ondersteunen, maar tegelijkertijd elkaar ook ontmoeten. Ja, effect is lastig. Hè. Je kunt helemaal lastig meten wat zoiets nu in een wijk doet. Wat het betekent voor zowel de jongeren als de andere betrokkenen. We zien wel en we horen wel positieve ervaringen rondom het project. De jongeren vinden het leuk om te doen. Die kijken er vaak ook weer naar uit dat er weer een nieuwe Street League georganiseerd gaat worden. Street League is ook een van de projecten die het langst al draaien. Dat zegt denk ik ook een hoop. En we proberen steeds het project ook door te ontwikkelen. Dit seizoen komen we bijvoorbeeld met een onderdeel e-sports erbij. Zodat we de jongeren steeds weer attractief houden. Woon je in Venlo of Venray en wil je ook met een team uitkomen voor je dorp, wijk of buurt met straatvoetbal en FIFA PlayStation? Meld je dan aan door een mail te sturen naar via@vvv-venlo.nl of plaats een persoonlijk bericht op Facebook. We zagen net Annemieke Kiezel-Griffioen van Via VVV. Ze doet haar werk redelijk onopvallend in en rond Stadion De Koel, terwijl we hier te maken hebben met de dame die al jarenlang de meeste interlands voor het Nederlands vrouwenteam op haar naam heeft staan. 156 keer droeg zij het oranje shirt, maar dat weten niet veel mensen meer. Je merkt toch dat de meiden die nu spelen, die zich ook hebben laten zien natuurlijk het afgelopen EK, dat die heel bekend zijn en dat is ook helemaal goed zo. En dat de generatie van mijn tijd, dat ligt er inmiddels al ietsje langer terug, dat die niet zo bekend zijn en waren. Dus er zijn niet heel veel mensen, denk ik, die mij kennen binnen het vrouwenvoetbal. Natuurlijk wel die mensen die echt bij het vrouwenvoetbal betrokken zijn, maar daarbuiten minder, denk ik. Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder. Dat was in de tijd van Kiezel veel minder. Toch vindt ze het niet jammer nu niet meer actief te zijn als voetbalster. Ik ervaar het zo dat ik en de meiden die waarmee ik heb gevoetbald of ook daarvoor al, we hebben allemaal, of in ieder geval heb ik het gevoel dat we allemaal bij hebben gedragen aan wat er nu is bereikt door de groep nu. We hebben ook steeds toegewerkt naar kwalificatiewedstrijden. We hebben ook steeds ervoor gevochten voor meer aandacht en meer geld en meer mogelijkheden om te trainen. En dat is een heel lang proces geweest, wat nog steeds doorgaat. Je ziet er elke keer weer stappen in. En afgelopen zomer is daar een hele grote stap in gezet. En ik vind het alleen maar mooi om dat te zien. En daarbij komt dat ik dat in de rol die ik had als scout ook van heel dichtbij mocht meemaken. Dus dat is wel extra bijzonder dan. De afgelopen toernooien, dus ook het succesvolle EK in eigen land voor de Oranje Leeuwinnen, heeft Kiezel geholpen met het analyseren van de tegenstanders van Nederland. Ze ambieert op dit moment geen andere actieve rol in het voetbal. De 38-jarige ging na haar actieve carrière in 2011 wel als assistenttrainer aan de slag bij het vrouwenteam van VVV. Vrij snel daarna kwam ze in dienst bij de maatschappelijke tak van de club.
Ik ben in dienst van de stichting Via VV en ben daar projectmanager. Dus dat betekent dat ik projecten leid, dat ik projecten opzet, samenwerking met partners, subsidies aanvraag voor projecten. Alles rondom projecten regel, als we trainers nodig hebben, als we een keer activiteit in het stadion willen doen. Alles erom regelen en daarnaast ook natuurlijk evaluatie van projecten, kijken of projecten kunnen blijven voortbestaan en op welke manier. Loopt het goed, loopt het minder goed, wat kunnen we verbeteren? Eigenlijk van A tot Z alles wat rondom de projecten te doen is. Kiesel hoopt nog even te genieten van haar record qua interlands. Sherida Spitsen ziet ze namelijk wel voorbij komen binnen afzienbare tijd. Maar er is meer om trots op te zijn voor de voetbalster. Ik heb in mijn tijd als speelster één toernooi mee mogen maken met het Nederlands team, het EK in 2009. Dat was alleen al de deelname een hoogtepunt, maar we kwamen daar ook tot de halve finale, wat we eigenlijk van tevoren niet echt op hadden gerekend. Dus dat was ontzettend mooi om mee te maken. En in datzelfde jaar werden wij met Duisburg, met mijn club toen de tijd, wonnen we de wat nu de Champions League is, dat heette toen nog de Women's Cup. En haalden we, of wonnen we ook de bekerfinale. Dus 2009 was voor mij wel een hoogtepunt qua voetbalseizoen. Vorige week hadden we een prijsvraag waarbij twee dames kans maakten op VIP-tickets voor de wedstrijd VVV Excelsior. Waarom dames? Nou, omdat de club voorafgaand aan de wedstrijd in de businessruimte een ladies night organiseert. Wie anders dan Annemieke Kiesel maakt nu de winnares bekend. De vraag was welke wereldberoemde voetbalster die nu speelt voor Barcelona heeft ooit in het VVV-tenue gespeeld. Dat is natuurlijk Lieke Martens. En de winnaar van de VIP-kaarten voor de wedstrijd van VVV tegen Excelsior is Sanne Stevens. Annemieke, heb jij samengewerkt met Lieke Martens ooit in het verleden? Ja, Lieke was speelster bij Duisburg toen ik daar assistenttrainer was bij Duisburg. Ja, en zag jij toen al zo'n mooie carrière voor haar weggelegd? Dat was toen al onderdeel van haar carrière. Ze was toen al natuurlijk naar het buitenland gegaan. Ze had al eigenlijk een heel stuk van haar carrière achter zich qua opleiding. En dat was een van de stappen die zij in haar carrière heeft gezet toen om bij Duisburg te gaan voetballen. Ja, en nu heeft ze inmiddels al het hoogst haalbare bereikt, of niet? Zeker als je ziet welke onderscheidingen ze natuurlijk heeft gekregen dit seizoen. Het EK gewonnen met het Nederlands team. Alleen er zijn altijd nog meer dingen te bereiken. En zeker als je dit gevoel hebt gehad, zoals Lieke nu en het team. Ik denk dat het WK wat eraan zit te komen weer nu het hoogst haalbare wordt wat ze willen doen. En daar zullen ze ook weer voor willen gaan. En dat is alleen maar mooi, want Lieke is nog jong. Dus dan zijn er nog wat prijzen te behalen. Tot zover zullen we zeggen dames special van VVV TV. We zijn er donderdag weer, dan onder andere een voorbeschouwing op de wedstrijd VVV Excelsior. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het vervoerscollege Venlo.